Hoofdkapitein van Klaaskreek, Michel Walden, stelt dat de natuur zal bepalen hoe het verder afloopt met de waterstanden in het Van Blommesteyn Stuwmeer. Hij bracht dit vrijdag naar voren tijdens een kroetoe met het traditioneel gezag, assembleeleden en vertegenwoordigers van de regering. De gezagsdrager stelt dat Suriname moet bidden dat God alles in goede banen leidt. Adam Saja. En nog gevaar is die brok op een wang. Gevaar die heer mama sranang. Alleen zij kon ja. En nog gevaar die brok op een wang. Dat is die palwini. Na heer sranang abeng. Want saramaka is sumo. Tapana honi is sumo. Na dam. Is sumo tapana honi. Nee. Uwe beji granlanti. Ab belangstelling sari dem abgiunu. Melde abeng. Ide ukom ukom ikja. En dit is naar actieve voorzieningen. Ano coalitie, ano VAPI, ano PL, ano ABOP, ano NPS, maar konja. A heel parlement konja. Dan dat na totaal zijn aan we doen. En dit is naar alibi, saum libi. Ten we zijn konja equasranang. Dan together om gaan we together om ja alle denken op het tapetra. De kapitein stelt dat er los van de oplossingen die de overheid zal brengen, de situatie niet moet worden onderschat. Walden merkt op dat de beleidsmakers niet alleen in noodsituaties het volk moeten kennen en een eenheid moeten vormen. Israëlscommissaris Ludwig Mendelssohn merkt op dat er nog geen evacuaties in alle overstroomde gebieden hebben plaatsgevonden. Maar alleen hier in het centrum, omdat wij opvang hier hebben, we hebben staatslogeergebouw, we hebben zeker 3 mensen opgevangen in staatslogeergebouw. We hebben 2 gezinnen opgevangen in barak en 1 persoon in onze recreatiezaal hier in het centrum. En 1 ding dat duidelijk moet zijn, binnenlandbewoners zijn niet bekend met evacueren. Ze zijn gebonden aan hun gebied waar ze wonen. Ik heb zelf nu hier in het centrum 3 mensen die weigeren uit hun woning te gaan. En als u straks, voordat u weggaat, kunt u zelf getuige daarvan zijn. En dan kunt u ze persoonlijk spreken. Mendelssohn zegt verder dat hij dagelijks in overleg is met het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR. De geruchten dat hij niet genoeg doet voor de lokale bewoners met betrekking tot de watervoorziening, verwijst hij naar het Rijk der Fabelen. De burgervader zegt dat hij heel vaak in contact is met de dorpsbewoners.